En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Ja, hou ik me hoofd koel. Rustig blijven en in de schaduw zitten. Ja. En alles loszetten. 'S middags wat lezen, 's morgens actief zijn. Ja, een beetje rustig aan doen. Nou, soms juist door even naar buiten gaan, want het is binnen ook niet te houden, want het wordt zo warm binnen. Deuren loszetten, tieren op elkaar loszetten, dat je door kan trekken. Maar toch niet als je op de markt bent. Oh, hier zo? Ja, nee, maar je gaat niet. Ja, ik maak me niet te veel druk, denk ik. Ik doe wat rustiger aan en soms in de auto maar lekker de airco flink aan en dan probeert het op die manier maar vol te houden. Maar het is wel lang droog. Ik had dat zelf ook nog niet door, dat het al zo lang droog was. Je huis uit met de deuren open, dat doe je niet. Nee. Ja, hoe. Ja, in de schaduw, hè. Ja. Hebt u er last van? Ik kan slecht hier de hitte. Ja, veel binnen zitten. Gewoon rustig te blijven. Ik geniet van het mooie weer. Ja. Wij vinden het prettig op de markt. Toch wel? Ja. Binnen zitten. We hebben een appartement, dus dan zit je niet meer op het balkon, het is te heet. Binnen lekker de airco aanzetten en geniet ervan. Niet allemaal lopen zeuren, dat zal wel heel fijn zijn, denk ik. Nu met dit weer, mensen komen wel allemaal vroeg, dat kan je ook zien. Voor 12 uur zijn ze eigenlijk allemaal geweest. Maar we hebben natuurlijk prima weer. U gaat dan in de schaduw zitten en daarmee is het opgelost? Ja. We hebben alle gordijnen dicht. We hebben nog geen zonneschermen. Dat gaan we wel overwegen. Want het is eigenlijk, we hebben grote ramen in ons huis. Dus, het warmt goed op. Het warmt goed op, toch? Lekker in de tuin zitten. Lekker in het tuintje zitten. Ja. Lekker bloemetjes erbij. Dus ik vermag mijn eigen prima op zijn tijd een wijntje. Maar draaien jullie middagmarkten? En middagmarkten? Nee, middag gaat niet. Ik heb een dakterras, met wat plantjes. Dus, en moet je die elke dag water geven? Zou ik wel moeten doen, ja. Oh, dat de ene keer is het lekker warm, de andere keer is het drukkend. Ja. Dat is het. En u hebt meer last van drukkend? Ja. Drukkend weer, ja. Dus het wordt binnen wel 25, 26 graden. Dus, ja. Dat is niet erg lekker om te slapen, hè? Nee. Dus lossen we het maar een beetje op. Ja. Een beetje kijken, als dit zo blijft doorgaan, dan moet je wel natuurlijk zorgen dat die zon niet zo erg naar binnen kan. Ja. Ga je nog anders eten of anders drinken? Meer drinken, koud eten en dat soort dingen? Meer water. Ik kan straks een koude schotel halen. Heb ik nou niet een zin in? Ja. Ja, ga je mee koude schotel eten dan? Komt door lief door mij, hè? Jawel, komt door jou. Komt door mij. Wel anders eten, ja. Koude schotel, dat is omdat je er gewoon niet lang in de keuken wil staan houden. Ik haat eten koken. Is dat zo? Ja, dat is echt. IJsjes ook, ja. Voldoende drinken en vaker salades eten. Dus, Ik heb niks meer eten koken, dus het wordt heel lastig. Dat kan maar mee, ik nodig je nou uit. Kom maar. Nee. Koud eten. Ja, koud eten soms. Ja. Niet altijd. Nee. Maar ja, wel goed. Een beetje opletten natuurlijk dat je voldoende vocht binnenkrijgt. Ja. Nee, ik moet nog wat doen. Ja, ik ook. Ik kan gewoon weer verder even. Noten halen voor de gezondheid. Hè? Ja, dat is heel gezond. En barbecue? Nee, we zijn niet zo'n barbecue. Nee.